Niet alleen de eiersector, maar ook de overheid heeft gefaald bij de fipronilcrisis. Dat blijkt uit een snoeihard rapport over het eierschandaal van vorig jaar. Een speciale onderzoekscommissie laat weten dat alle betrokkenen de voedselveiligheid niet op één hebben gezet en het daardoor zo vreselijk mis is gegaan. Iedereen is eigenlijk met van alles bezig en dat speelt ook heel veel. Maar ja, voedselveiligheid is toch iets wat iedereen raakt. En dat moet gewoon belangrijker zijn. Vorig jaar werden miljoenen kippen vermoord, werden duizenden eieren uit de schappen gehaald en moesten mensen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit oppassen met het eten van een eitje. De eieren die al verkocht zijn, daarvan kun je dus op de website van de NVWA kijken van heb ik een ei in mijn koelkast wat ik niet aan mijn kind zou moeten geven. Volgens de commissie wogen de economische belangen zwaarder dan voedselveiligheid. De boer moet er zelf voor zorgen, dan komt de overheid die controleert of men daar voldoende zorg voor heeft. En ook bij de NVWA, die dus heel veel verschillende dingen moet doen, is voedselveiligheid gewoon niet het allerbelangrijkste, terwijl het dat wel zou moeten zijn. Wat adviseert u nu eigenlijk vooral de NVWA? Meer aandacht voor voedselveiligheid, topprioriteit. En voor de boeren? Hetzelfde. In Den Haag is onze verslaggever Charlotte Nijs. Ja, Charlotte, heftige conclusies dus hè, dat niemand de voedselveiligheid op één had staan. En ook de politiek heeft gefaald. Ja, je zal toch denken dat politiek gezien de nodige consequenties hieraan gaan hangen? Ja, nou, voor de huidige bewindslieden heeft dat het niet. Die worden niet ontslagen, die hoeven niet op te stappen. Die vinden eigenlijk, net als de commissie, dat ze gewoon niet te veel moeten napraten over wat hun voorgangers hebben gedaan, maar dat ze gewoon aan de bak moeten. En dat betekent dus dat ze alle aanbevelingen over gaan nemen en dat ze dus echt die touwtjes nadrukkelijker in handen weer gaan nemen. Dus dat dit betekent een meer controle, een meldplicht en ook gewoon dat er over de algehele linie meer, ja, scherper toezicht komt op die voedselveiligheid, want dat is prioriteit. Ja, wat gaat dit betekenen voor de rol van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit? Nou, daar was Winnie Zorgdrager eigenlijk wel een beetje rustiger onder. Ze wees niet echt de vinger naar de waakhond. Ze had het vooral met ze te doen dat ze het zo druk hadden. Niet voor niets is een van de aanbevelingen ook dat de sector zelfregulerender moet worden om de NVWA een beetje minder te belasten. En die vinger naar die kippenboeren, die was echt wel heel duidelijk. Ze zei echt, die moeten zich bewust zijn dat ze mensen eten geven. Ze waren te goed van vertrouwen en zij hebben die voedselveiligheid niet genoeg in acht genomen. En daar moet dan ook de eerste stap worden gezet. Die moeten zich meer bewust zijn van het feit dat zij voedsel produceren en dat ze ook goed weten wat er op hun erf gebeurt. De wijzende vinger naar de sector vindt Barneveldse kippenboer Theo Bos onterecht. Het wordt wel heel makkelijk naar ons toegelegd van ja, jullie hebben het gebruikt, dus jullie zijn verantwoordelijk voor de voedselveiligheid, dus het is jullie schuld. Ik wil niet zeggen, ik ben niet schuldig, maar ik ben ook, ook voor een deel wel onschuldig. Ik had de kennis niet. De fipronil-affaire heeft Theo een hoop problemen opgeleverd en geld gekost. Mijn bedrijf werd op slot gezet vorig jaar juli. De eieren kwamen vrij eind oktober. De mest, die dan ook, waar het ook in zat, kwam in januari vrij. En de kippen, het vlees, is vorige week donderdag vrijgekomen. Dus elke keer trapje voor trapje ga je de goede kant op. Maar je hebt dus eigenlijk tot vorige week nog steeds ondervonden wat het probleem is, fipronil. Als ik dat zo eventjes heel snel zeg en wat ik dan kijk wat het me heeft gekost, dan is dat 300.000 euro. Hoe moeilijk is dat? Ontzettend moeilijk, want het worden echt eindjes aan elkaar knopen.